Graag heet Sabek u van harte welkom bij een serie films over ons bedrijf. In dit eerste deel een algemene introductie. Maak kennis met Dieter Holman, directeur bij Sabek in Geleen. Geachte dames en heren, beste omwonenden. Mijn naam is Dieter Holman. Ik ben de directeur van Sabek in Geleen op het Camelot Industry Park. Na Anleitung von der recente Storingen bei Fabriken von Sabek und unsere Zusagung, u better zu sollen informieren, richtig mei graag weier diese Weg tot u. Dit is ein erster Step in die Richtung, um u als Umwohnende en Buren ein Keekje in unsere Köken zu bieten. Lat mei echter beginnen, u te vertellen, dat ik het ongemak, dat u recent heeft erfahren, sehr betreur. Ein Anteil umliegende Weiken heeft sowohl Puderoverlast, maar vor allem auch Höroverlast erfahren. In einem Brief heb ik u reeds laten weten, wat de Anleiding was. De Opslagtank von NAFTA ist in der Tussentijd frei von NAFTA und de geur, die diese NAFTA verspreidt. Unsere Medewerkers, die hier nauw bij betrokken waren, de Prozessoperators, Technici en Ingenieurs, haben einen fantastischen Job gedaan, um diese heel komplexe Klus veilig af te maken. In de Brief, waran ik zojuist refereerde, heeft Sabek u toegezegd, um u na de Sommervakantie persönlich in de Weiken te komen besuchen en met u te delen, wat wij van dit en eventuell andere Incidenten hebben geleerd. Werder könnt u van Sabek een Geste voor de Gemeenschaft tegen Mut zien. Over de aanpak van het bezoek in de wijk en het gebaar dat wij willen maken richting u als onze buren, hebben wij al contact opgenomen met de voorzitter van de wijkvereniging. In overleg met hen en een aantal omwonenden willen wij dit verder vormgeven. U zult er na de zomervakantie zeker meer over vernemen. Wie is Sabek en wat doen wij nu eigenlijk op het industrieterrein Camelot? Sabek in Geleen ist ein von de grootste petrochemische Sites in Europa. In unsere twee NAFTA-Krakers verwerken wij NAFTA, welke wij via Pipelinen uit Rotterdam en Antwerpen kregen, tot chemische Grondstoffen. Een grote deel van de chemischen Grondstoffen wordt direct op het Camelot-terrein door Sabek, maar ook andere Site-Users werden verwerkt. In onze 8 Polymerfabrieken produceren wij Plastikkorrels von verschiedenen Samenstellungen. Von diesen Korrels machen unsere Klanten Produkte von Kunststoff, die u und ich dagligs gebruiken. Ich nehme einen Anteil Vorbilden, Joghurtbeker, Melkverpacking, Babystuhlche, Jerrycan, Zupassing in der Automobilindustrie, aber bei Vorbild auch in der medischen Welt. Uns Kunststoff wird auch gebruikt für Trinkwater und Gasleiding und industrielle Verpacking. In vielen Zupassungen haben wir eine leidende Position in der europäischen Markt. Unsere Prozessoperators, Technici und Engineers seien er kontinuierlich mit bezig, um unsere Technologien und Produkte weiter zu entwickeln. Feiligkeit und Dürsamkeit heeft dabei unsere absolute Priorität. Unsere Medewerkers werken hiervor intensiv zusammen mit uns Researchers, die seien gefestigt auf dem Breitland Campus, eveneens op Camelot gefestigt. In totaal werken ca. 1600 Menschen bei Sabek in Limburg. Dabei werken dagelijks noch enkele honderde Medewerkers von Servicebedrijven uit de regio bei Sabek in Geleen. De uitstekende Kennis en Kunde van onze Medewerkers, die over viele Jahre mit de Fabrieken en Technologien betrokken zijn, en het feit dat wij blijven investeren in getalenteerd personeel, geeft mij als directeur de positieve energie en het vertrouwen dat wij onze productiesite ook in de toekomst veilig en duurzaam zullen kunnen blijven bedrijven, met respect voor onze omwonenden en het milieu. Ebenso belangrijk zijn de hoge investeringen die wij iedere jaar opnieuw doen, naast het regelmatige onderhoud, om de fabrieken optimaal te bedrijven. Dit gezegd hebbende, kan ik u niet garanderen dat wij nooit meer zullen fakkelen of poeder uitstoten.
Het inzetten von diese Feiligkeitsvorsinnigen hört bei het Design von de Fabriken und ist in Gefall von einem Prozess vor Storing von grote Belang, um de Storing feilig, vor uns, ma auch vor ü, zu können verhelpen. Der halve ist es auch vergünnt. Mein Team und ich tun ja echt da alles an, um het Risiko und de Gefolgen so minimal als möglich zu hauden. Unsere Eutaging, und möglich auch de Üwe, liegt in het Feit, dat het Camelot Industry Park en een Anteil Wohnweiken van eute Historie dicht bei LK sein gegruht. Wir sollen dit mutten respektieren. Wat ik u ten slotte vandaag noch will laten zien. In dieser Verpackung satten de ersten Polyethylen-Plastikkorrels, die 50 Jahre geleden von de Fabriken in Geleen naar de europäische Markt sein gegaan. Een traditie die we graag in ere willen houden. We zijn van plan om hier te blijven met een goede dialoog met onze omwonenden. Blijft u kijken. In een volgende uitzending vertellen wij u meer over de fabrieken van SABIC in Geleen.